mevrouw, hoe gaat u zich voorbereiden op deze dure winter? Poeh, weet ik nog niet. Weet ik nog niet. De hoge gasprijzen raken iedereen. Of het de rekening bij huishoudens is of de bedrijven. De prijzen zijn dusdanig opgelopen dat er financiële problemen ontstaan. Moet ik eerlijk zijn? Want ik ben vorige week, ik heb ze gebeld, zeg maar, €125. Ik zeg €125, ik dacht het niet. Ik heb die gasten gebeld, ik zeg nee. Ik betaal echt geen €125. Ik ga het vragen. €86, dat kan. Maar geen €125. Ik zeg, het is mijn geld. Ik zeg, sorry. Die man begon uit te leggen. Ik zeg, ik wil niet zorgen. Ik betaal gewoon €86, klaar. En dat hebt u ook gedaan. Kind, ik heb er slapeloze nachten van. Want ik weet niet hoe ik het moet doen. Dure winter? Ik denk, een goede aankleden. Voor mij? Ik ben al 75. Ik moet alleen genieten met mijn leven. Want al heb ik geen zakgeld, ik ga gewoon met vakantie. Zorg dat niet te lang douchen. Ik heb nog nooit overgebruik betaald. Water, elektra. Omdat elk jaar ga ik gewoon met vakantie 3 maanden. Wat een hele moeilijke situatie. Gezien de situatie wat zich afspeelt. Maar we gaan ervan uit dat het goed afloopt. De regering heeft al besluit genomen. En hopen dat we niet gaan afsluiten. Ik kook voor 2 dagen. En eet ik 2 dagen. Alleen nog opwarmen, klaar. We hebben een variabele. Dat wil zeggen dat we hebben gewoon een stabiele, zeg maar 1 bedrag betalen per maand. Dat hebben we voor 3 jaar lang vast. Dus ik zit niet in zo'n situatie als de buren of zo. Oké, ik heb geen gas. Ik kook ook op elektriciteit. Ja, het is spannend. Het wordt allemaal spannend. Hè? Je probeert een beetje te bezuinigen. Maar minder water, heet water. Maar straks moeten we met de verwarming. Hè? En dan weet ik het niet. Waarschijnlijk minder kachels gebruiken, verwarming. Dus ik denk dat ze meer tapijten gaan kopen. Ik ga nu even naar de gemeente toe. Omdat ik het niet begrijp. Ik woon alleen. Ik ben de hele dag buiten. En toch kreeg ik een rekening voor vorige maand van €330. Van vat en val. Echt spannend. Iedereen zit ermee. Het is een groot probleem. Extra onderbroeken, joggingpak. En dubbele dekbed. Makkelijk zat. Ik weet het niet wat er met dit land gaat gebeuren. Ik hoop dat er een oplossing gaat komen voordat het eind van het jaar is. And I see you're using gas to Friday, your business. Yeah. Is that also getting more expensive? It's making things expensive. Before it is €1, but now because of that, things are expensive. Now I have to increase some of my items. So people are complaining, but still I can't do anything about it. Dus weet jij een oplossing voor me? En met koud water douchen. Kan niet anders, hè? Koud water douchen.